En dan nu in de regioflits het korte nieuws van deze week. De 38-jarige Gerdo van Grootheest is voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Culemborg. Grootheest, geboren in Lunteren, is nu nog wethouder namens GroenLinks in Maastricht. De politie is nog steeds op zoek naar informatie over een overval uit 2015 op de Co-op supermarkt in winkelcentrum Rauwenhof. Inmiddels zitten 4 tienenaren vast voor de overval, waarbij zo'n €19.000 werd buitgemaakt. Hebt u informatie en hebt u nog niet gesproken met de politie, bel 0900 8844. Kinderen uit groep 8 van basisschool De Achtbaan zorgen dit jaar voor het schoonmaken van verschillende oorlogsmonumenten in Tiel. Elk jaar zorgt een basisschool ervoor dat de monumenten er spik en span bij staan tijdens de herdenking op 4 mei. Van Herwijnen Vastgoed krijgt €40.000 schadevergoeding na tussenkomst van de rechter in verband met plantschade. De schadeclaim was ingediend in verband met het verlies van inkomsten van een aantal panden van Herwijnen in verband met de bouw van de Westluiderse Poort. Een aantal bestuurders van een haven uit Indonesië zijn onlangs op bezoek geweest op Medel in Tiel om te komen kijken naar de logistieke hotspot Rivierenland. Het bezoek was een uitvloeisel van de handelsdelegatie van het Rijk in 2016 naar Indonesië. Zorgcentra De Betuwe en de vrijwillige palliatieve terminale Zorg Rivierenland gaan intensief samenwerken. Voortaan worden de vrijwilligers ook ingezet in de zorgcentra als dat nodig is. De VPTZ begeleidt mensen in hun laatste levensfase. Het lentefeest belooft weer een knallend feest te worden met behulp van onder andere DJ Paul Elstak en Mr. Polska. Het lentefeest vindt plaats van 21 tot en met 23 april in Kerkhavezaat. Dan voetbalnieuws uit Neder-Betuwe. In tegenstelling tot berichten in andere media blijft het eerste elftal van voetbalvereniging Uchta gewoon in competitie. De vereniging heeft moeite om een representatief elftal op de been te brengen. Tot zover Regioflits van deze week. Mijn naam is Gijs Peters. Graag tot de volgende keer.